Dit is de staande hier zo. Hoe ver is het nou? Mr. Co-Shot. Oh man, dat is een reden. Hey jongen, young back. Co-Shot. Ja. Oh wacht. Wij kennen misschien... Ja, oh wacht. Ik stop niet meer als je oh wacht zegt. Man. Sorry. Je stond zeg ik zo volk oh wacht? Ja, je stond zo mooi een keer stil om, met uitzending en opnomen. Oh wacht. Nee, maar hou hem. Ja. Gold. 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 Ja. Yeah. Oh, hier hebben we een slinger. Was dat die Duits? Ja. Oh. Oh. Wat? Oh. Oh, wacht. Ja, wel. Nee. Ja. Touw even, jongen. Ja. Ja, hij zit er in. Oh. Ja! Ja, terug! Terug! Overnaai! Dat gewoon keer! Ik zit er gewoon achter tegen die stoel aan. Ja! Ja, dat past precies. Die korte pootjes. Mensen, eenmaal op het dunken druk. Is dit een leuke map? Zeg hem in de reacties. Jeetje, of denk je hem van... Nou ja, we zien wel. Of ja, leuk, we hebben nieuwe productjes, nieuwe ditjes, datjes. Laat het even weten in de reacties. Ja. Ik ben wel even nieuwsgierig. Maar ik heb op een recordknop gedrukt. Goeiedag. Mooi. Maar kiekveld 1, daar zit de boerderij en alles bijeen. Ja. Dat is al 1,3. Ja. 5. Dat is al meer als het startgeld dat je hebt. Ja. Dus hoe wil de maker van de map met dit spul ons aan de gang hebben? Met missies? Ja, ja, misschien wel. Als je veld 1 koopt, dan is de koeienboerderij is er direct bij. Ja, en de biogas ook. De bio ook. Dus dat gaat niet gebeuren. Ik zal hem Frits hem bellen. Nou, het idee is, we hadden deze map gezien, gevonden. Ja. Wat is met deze map? Als ik even naar het tabbladje 2 ga van de escape menu, maar dat is echt, dat maakt het verschil. De verkooppunten, dat is tot daar en toe. Zijn ook al een stuk meer als Klein Zeelheim. Maar ook de producten is bizar. Ja. En dat is toch wel eens een keer leuk om weer eens door eens wat met te doen, hè? Ja, klaar. En door hem, moeten we het gewoon eens even proberen. Ja, ik denk het ook. Gewoon proberen. En lukt het niet, lukt het niet. Nee. Maar, want de keuze in de modhub, en ik had van Tuinen ook een mooie map gezien. Dat was, ja, door dus zat ik horst nog... Moeten we nog overstag? Nee, we gaan hier toch een reden met proberen. Ja. We kunnen tot en met gold aan toe kunnen we winnen en dit en daar. Ja. Hartstikke gaaf. Leuk. Ja, dat moeten we gewoon proberen. Ja, dat is echt leuk. Ja, hop, hovers, noem maar op, olievaten. Ja. Is toch leuk? Dat moeten we even proberen. Nou, gewoon we dus proberen. Maar ik heb hem dus nou net op de server gezet, dus het zegt helemaal nog niks. Want de map was niet groen in de server, maar dat was Klein Zeelheim ook niet. Oké. De map had enkele issues. Maar goed, ja. Het is gewoon zo, wij zijn of door, of wij zijn beneden. Ja. En je ziet... De map is enorm. Echt, echt huge. Ja. We gaan echt in het van extreme naar het extreme, van super klein Zeelheim naar mega groot Alaska. Ja. En voordat men vroeg van waar kan ik hem downloaden, hij staat dus niet in de modhub, maar in de beschrijving, dames en heren. Link staat in de beschrijving. Ja. Dan heb ik dat ook maar even gezegd. Oh, daar staat veel in kracht, zie ik. Nee, doe. Oh. Maar we doen even een kleine flyover over de map, dan hebben we dat ook even gezien. Maar de map is zo groot uitgezet. Maar het doel is gewoon even zien welke producten we weer een beetje aan de loop kennen. Want Jelle was ook wel had ook wel weer zin in wat multifruit en wat fabriekje erbij. Ja.
Ja, het hoeft van mij niet zo ver uit naar allemaal te zitten. Maar goed, dit is dus onze bedrijfje hier, startplek. En dan gaan we even naar het westen toe. Door zitten dus de koeien. Wat ook wel grappig is, hebben we les net bekeken, 06. Ik denk dat hier die mest, vaste mestput is en een kelder. Koeien belken al, maar we hebben nog geen één. Nee, die dus hebben een gruwelijk lawaai al, maar ja. Misschien, oh ja, door. Maar dat geeft niet. En dan doen we even de map omhoog. Mensen willen de map toch ook gevroken even in beeld zien met een nieuwe map. Wat is toe? Ik ben net bij de kei, Staal. Ja. We kunnen dan beter even naar de zagerij toe. Hier. Nee, ik zit even. Boom hier links. Volgens mij ben ik hier. Bij de bio. Maar. Nee, dit is niet de bio. Nee, moest naar beneden. Dat is de bio. Oh ja. Ja. Ik zit nou net even links boom. Oh. Waar we dus ook weer wat hout even aan de loop hebben moeten om wat pelletjes te fabriceren. Ja. Dat lijkt mij een ultieme uitdaging voor het zaagteam. Ja, dus hoe wij er niet mee bezig. Maar dat is allemaal heel ruim opgezet. Dus dan gaan we gewoon even zien. Oh, hier staat al een shoveltje elke keer doorheen. Ja. Ja, maar. Dus dit is, omdat hier een shovel al staat, zal dit best wel een ding weten waar we per se aan de loop hebben moeten. Dat geeft niks. De zagerij. En dan dacht ik, we gaan eens even. Ja, ik zeg maar waar we heen gaan, maar goed. Ja, nee, doe ga eens maar erheen. Ik kijk ook even, ik snuip ook even rond. Ja, ik gewoon even naar de. Ik wil namelijk even naar de goldmine toe. Ik ken daar toch niet bij on. Hier is de goldmine. Wat ik wel interessant vind. Wat we moeten hier doen is, denk ik. Als ik koos zeg, niet schrikken. Hè. Maar moesten eens even kijken wat we hier moeten doen, Legend. Wij moeten dit zand. Ja. In deze bakken smitten. En dat wordt dan saved, denk ik. Ja. Met een shovel. Ja. Dat is wel leuk. Misschien dat dit meer verdient dan bij jou. Hè? Want dit is onze naaie bio. Ja. Nou. En dan moeten we hier wat diesel heen. Zijn we door eens. Zijn shovels kopen? Ja, dat sowieso. En dan zweef ik eens even naar de volgende plek. De Rock Quarry. Wat is dat precies? Och, dat is ook weer van dat goed. Dan moet je ook ergens weer in kwaken, denk ik. Wat krijg je hier als eindproduct aan? Dat kun je hier anders doen met kibbers of zo. Dus hier moet ook een shovel heen. Ja, ik denk dat we dit opscheppen moeten. Dat dit een soort rock wordt. Leuk. Nou, we hebben inmiddels 3 shovels, als het goed is. En dan moeten we. Ja, we kunnen er net zo goed wel even overal een shovel heen zetten. Ja. Want dan kunnen we ook er zo heen tap. Ja, want het is niet te berieden hier. Nee, is niet te berieden, klopt. Dan hebben we hier nog een olieplatform. De Shell Boudel. Dus dat gaan we olie winnen. Maar dat is wel leuk, hoor. En dan hier is de zalmkwekerij, visserij. Ja, kunnen we dat ook met de show wel doen, of niet? Hebben we er met die baks zeven we zo uit worden, of nee? Ja, ik weet niet. Welke producten kunnen er allemaal in de bak? Zal er ook zalm in wild? Nou, dan moet hier in ieder geval diesel heen. En pellets vanzelf. En dan komt hier vanzelf ergens een zalmpje uit, gewoon ik vanuit. Oké. Okay. Schat ik zo. Of wat is dit voor. Oh, dit is de trigger, denk ik. Waar al die pellets met zalm uitkomt. Dat denk ik. Maar dan gaan we beleven. En wat is dit? De papiermolen. Ah, dat is wel leuk, hè? Ja, joh. Ik denk toch wel. Ja, goed. Ja, we moeten toch eerst uitvinden. We moeten eerst uitvinden, ja. Maar we moeten wel een beetje snappen hoe het waakt. Maar hier moet. Nou. Wel duidelijk, hier moet water heen. Hier zal het getriggerd worden. Pellet Factory. Firewood Processor. High Kiln. Dairy. Oil Refinery. Selman Smokehouse. Dus dat zal ook wel iets van visserij weten. Ja, waar moet bij de visvijver? Daar moeten we die
zalm van. Ja, en hier staat weer een pallet met zalm, denk ik, dat hier weer heen moet, dat we weer een eindproduct krijgen. Ach, kill. Oh, dit is het beginproduct en dit is het eindproduct. Die shovel die komt wel stief dicht, denk ik. Oh nee, valt toe. Wat? Oh! Ja, ik ben al onderweg naar de goldmine, maar goeiedag. Is het echt te ver? Nee hoor, valt best mee. Kom, dit kan ook maar op. Dan zetten we kinderen ding niet op diep loderen, vraag voor. Jawel. Dat is je veel beter. Ja. Nou, moet ik weer terugkomen? Ja, kom maar hier maar weer in. Ja, het is goed met mij. Je bent nog niet halverwege. Nee, ik denk die dus toe, je bent met diep loderen wel. Ik neem twee shovels in één keer, mensen, zal ik die vertellen doe. En ik heb cruise control indrukt, hè? Hold. En dat wist er nog niet. Ik kijk wel in die grond, helemaal rechtsboven? Nee, middenboven. Oké, dan moet ik hier over het voren, hè? Ja, joh, tuurlijk. Oh, die stond er hartstikke mooi op, zo, doe. Oh, we zouden de goldmine wel eerst kopen moeten, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Is het wel emusverken de veur op, hè? Ja. Ja. Buddy joined your channel. Speaker. Oei, je duim, zeg maar. Hoi. 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 En ik maar appen en maar appen en ik wil niks. Ik kreeg een pushmelding dat de Everij het niet deed. Nee. Dus ik denk, we zien wel. Ja. Oh, daar kreeg je sociale melding van. Ja, van de NAS. Had hem... Ik had hem keurig in de app vermelden dat ik van 7:08 heen ging te spinnen. Hey, goeiedag, Tineus. Dus ik denk, zal hem keurig melden dat ik om 8:30 ben. Oh, ik ben ook onderwees met een truc, Legend. Ja, best onderwees inmiddels. Of bist toen bezig in het escape menu, want ik stond de helft van de tijd hele gekke MS'jes uit te sturen. Nou, ik ben nou overal weer uit. Als het goed is. Oh, en ik riep ook gewoon de koord uit. Ik zie helemaal verkeerd. Ja, ik... Oh, doe maar eens toe. Hoi, toch, joh. Dat gebeurt wel waar. Hé, hey, er is ook een die kreeg een appje. Nee, een sms. Ach. Ik had iemand, die moest ik een bericht sturen. Die denk, nou, moet maar een sms sturen dan zeker. Hé. Nou gewoon ik door de bossen naar die goldmine toe met een uitgerekte... Oh. Och, dit is niet een goede route als ik mij vroeg. Nee, dat liep mij ook niet echt. Maar dat kist ook direct op zien wat straks zagen moest. Oh. Och, en nou synchronisaaien er ook nog. Oh, je moet van alles bij je. Diesel en, ja. En oh, mijn lieve tiet. Ik denk dat we lekker donder door wat van die grond in. Diesel en water. Oké. Legend. Ja. Wil steeds niet een van die shovels tappen? Jawel. Oh. Ja. Ja? Dit is de staande hier zo. Ah, ook eruit? Ja, help me even, ja. Beter. Nou moest het wel weer rennen kunnen, zeker. Oh, daar hangt nou met een plaren begonnen. Ja. Nou, maar nee, dat wil wel, vriend. Dat is geen probleem, hè. Goeiedag. Maar wat dat betreft, ik vind het wel een mooi paard. Ja. Oh, dan moet je ook weer omhoog. Oh, hoi. Ga eens erbij. Maar dan moeten we ervoor tanken bij hem, bij die vrachtbogen.
Ik zeg wel, je bent helemaal buiten de map. Ja, ik ben 0-1 voor. Ja, ik heb die nog gehoord. Ik is wel even dat met een zit in de show voor bij mij op die blolen. Ja. Hoe ga je nou met de hoort naar stuit naar Nijpmeus? Nou, wel weer goed. Ja, maar dat kwam omdat ik denk ik toch in dat escape menu bleef hangen. Ja. Kist u hier nou dat wel in schep? Ja hoor. Ja hè? Ja hoor. Dus dat idee klopt. Ja. Moet alleen diesel en water bij. Ik heb er al 40 dagen kunnen niet. Mengen dagen. Wat is dit? Dit is geen Volvo equipment, maar dit is Jussebe heavy equipment. Ja. Wat ben je dan down? Zo'n schep, dat wordt saved voor gold. Oh, dan rie ik meer. Ik ben dol op goud. Ja, 50.000 euro ton. Dit is de nieuwe bio. Oh. Ja. Is er nou al 119 inschoppen door? Ja. Maar nou moeten wij hier dus water en diesel heen kuieren. Water en diesel, ja. Oh, anders doet er het niet. Nee. Nou, zet me hier eerst een water tank heen. We kunnen wel zo'n kroon hierheen zetten, zeggen. Nee, dat wil niet. Kist je niet bij de boerderij weer om? En door hier helemaal heen schuipen? Ja. Ja, want dan doen we het dankje gienschap. Jij bent al met een map bezig alsof we niks aan het doen hebben. Nee. Of nou bio. Dit is hetzelfde idee als een bio. Vol schep hier dan. Vol. Al met de MKS 32. Ja. Oh, wacht, we moeten de MKS 32 All Liquid hebben. Oh. Kijk, dan doe je er eerst een beetje benzine in en daarna doe je een rondje... Juist. Water. Wij hebben bij is die er ook dan? Ja, de Alaska-versie. Die hebben wij ook al ergens nog. Nou, dan verkoop ik deze weer. Maar waar zien we dat ding onder staan? Dieren dan, denk ik. Nee. Door heb ik deze weer. Ja, inderdaad. En toch zie ik, of het bij de diversen, waar hebben we dat ding ingezet? Ja, bij de diversen. Oh. Die moet hem. Door kan olie en alles zien. Oh, hier zie je ook al de beehive en de goldmine in de Global Company menu aan de gang. Oh. Mooi. Maar dat ken eigenlijk als een idee, ja. Ja, maar die hebben we. Dat gebied hebben we. Dus staat dat er ook... Ja, waarom moeten we die zo weghalen dan? Ja. Of zouden we dat gewoon bij het tankstation doen, Ken? Ja, dat denk ik. Wat is tankstation? Hier. Oh, hier bij het Tanada Trading Post. Hoeveel moet er niet? Bol. Daar gaat de stad kapitaal. Want hier moet gelukkig geen pellets heen. Pellets? Pellets, nee. Nee. Oké. Dan hol ik even mijn lege tank op. Ik laat die dieploader hier wel even staan, maar dan is dit het eerste project van ons, ja? Ja. Ja hoor. Hier. Oh, doe holst een lege tank op. Ja jong, tuurlijk. Ja, doe best toch met diesel. Ik moet een lege tank hebben hier voor het water. Ja, maar kijk, ik zal door met een lege tank heen voor het water. Ja, oh zo. Ja. Dat gaat niks. Ik neem nou een volle mij. Ik heb beter hem anders kent. Gaan we dit doen, jongens? Stonden we erachter? Ja hoor. Ja? Ja. Ja, even een andere uitdaging. Laten we dan maar wat meer toeren. Dat geeft niks. Oké. Hoe ver is het nou? Mr. Co-Shot. Wat kijk nou, ik knap die kant op, jongen. Hash. Ik wil die Bigfoot die ik heb in de Dutch Colony. Die kreeg ik door niet eens op vol gaas. En hier kijk ik hem gewoon een kwartier laten brullen. Ja. Oh ja, ken die hier niet bij? Oh, die ken hier wel even bij, hoor. Dan kunnen we door wel even mijn tankie aan te doen of zo. Ja. Maar dat is best een hulde aardigheid, hoor, dat ding. Nou, ik zo. Wat voor ding is dat? Welke is dat? Oh, ik had op het Twitch... Zo'n monster truck. Zo'n monster truck. Oh, die. Ja, heb ik gezien. Ja. Oh, joh, mooi ding, joh. Oké.
Ja, die doet het best goed voor een mod die even voor de leukheid makt is. Ja, 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 ja. Ik denk, we hebben nou er al niet zeg, maar dat duurt nog even. Ja. Ik kom een tekening op map. Goeiedag even, met een deut. Dat is op zich wel knap dat je hier een teken komt op deze map. Ja, dat hadden we net ook al een keer uit moeten, hè? In Bavan. Ja. Oh, dan ga ik hier tussen vijf. Ga ik hem over het schelpenpadje binnen struiken. Ja, daar ben ik net ook langskom. Hey, dat ging bijna goed. Zag je dat in de minimap of zo? Ik zag een 360. Yes! Het was net een kompas, maar een magneet onder de deur kwam. Ik denk, hij maakt hem volledig. Nee, wel net niet. Ja, maar ik denk dat hij wel goed gaat, jongens. Pas dat. Maar laat me deze map dan even beschouwen als dat we het spul even aan de loop, dat we het even zien gebeuren. Ja, ja we winnen niet of het... We moeten nog niet te veel naar geld kijken, maar we moeten oogsten om hoeken te kunnen willen kopen. Dat duurt zo lang, jongens. En door wat de map ook alleen maar laggy van. We kunnen beter zorgen dat we eens even kijken of we die speciale dingen wat lopen zien. Ja. En dat is voor het beeld wel even leuk, denk ik. Kom zo aan, jongens. Hij is nog maar 23% diesel legend. Ja, moet ik nou vragen, man? Doe maar, want ik kom bij die. Oh, dan had ik beter ook even een vraag met hem kennen. Ja. Nee, want we moeten eerst water hebben, want dan kan het spul aan draai. Maar als ik dan even met een volle tank. Ja, ik zit nou niet in de buurt van het tankstation. Nee, maar dan moet je water met hem. Ja, die is er in de buurt wel, ja. Dat tankje staat er noord. Legend, ja, maar dan kan Legend die nou vullen. Ja, die kan ik nou wel even vullen. Niet doen, ik wil bij het eindresultaat. Maar dat is denk ik het laatste productje wat erbij moet. Ja, dat moet erbij. Ik ben bij de perenhak. 10 minuten nog. Ik zie die niet eens op een map. Nee. Oh, door. Ach, kerel. Oh man, dat is in één reden. Ah, jongen, young back. Cold shot. Ja. Ryan, hoor. Ja, doe maar rustig aan. Maar stel, hè, doe pakst een olle TX New Holland campagne, ja? En doe gijs met veld 28 beginnen. Dan zakt hij de zeker toch ook in de schoen, maar nee. Nee, dat is genieten. Ja? Ik heb gisteren heb ik singleplayer, heb ik veld 1, mate. Toen gaat de level uit, denk ik. En dat is ons kleinste, dat is het kleinste veldje van de hele koort, hè? Ja. Denk erom even, zo moest hij wagen. Dus is dat Breugen? Ik ken niet achteruit. Ik riep gewoon vol raar, want ik heb nou hang erin. Oh nee, straks moet ik hem helemaal resetten, dan weer terug bij winkel. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Wat dat betreft is wel jammer aan, dat ze zo'n map niet gewoon één keer hopen. Ja, dat vind ik ook. Zet het spul maar dichter bij elkaar. Ja, gewoon één keer. Dan is het ook groot genoeg, hoor. Ja, man, dat is... Je wil met dat spul aan de gang. Je wil dat onderweg weten, hoeft bij mij niet per se. Nee. Moest hem. Oh, dan komt ze hier ook weer, Legend. Ja, ik kom weer terug, wat denk ze? Oh, wacht. Wij kennen misschien. Ja, oh, wacht. Ik stop niet meer als je oh, wacht zegt. Man. Sorry. Je stond zo zeg ik zo volk, oh, wacht? Ja, je stond zo mooi een keer stil met uitzending en opname. Oh, wacht. Nee, maar hou hem. Ja. Volgens hier niet gewoon tank? Oh, misschien ook wel. Doe ja, het. Ja hoor. Ja? Ja. Dit is wat geleerd worden. Hij draait al. Hij begint. Hoe dan? Zo snel? Hij begint. Ja, maar waar is het eindresultaat? Doe 16 de trigger van Wotter. Hij is bezig. Wat gebeurt er? Hoe komt dat gold eruit? Ik wil gold zien. Hier? Hier toch? Waardoor? Nee. Ja, ik denk wel hier. Ik denk wel hier. Ja. Ja, dit ben een restproduct en dit is de gold. We stonden vast weer met de rug naartoe. Ja. Hier komt wat. Hoor.
Mijn tailingsrak, of dit zal de rak dan wezen. Ja. Hier. Ja. Gold. 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 Ja. Yeah. Oh, doorleider brak. Twee brak. Niet. Ja. Ja. Niet bewegen. Nee, nou gaan we weer helemaal naar deusken glitchen. Ik denk ik hol er één blokje uit. Die morvel ik gauw voor. Drie blokjes. Oh, wat mooi. Nou, zijn we op hand. Goal. Weet je wie de eigenaar is van dit alles? Wij. Ja. Bij. Maatschap. Maatschap? Ja, dat sta je erin uit, in het handje. Ja. 200 ja. liter zit erin. 200 liter gold? Verhuurde maatschap al 50 liter de man. Oh, vier nog één. Jongen, jongen, jongen. Bakken vol gold toe. 300 liter. Huh? En wat leveren dat op? 50.000 euro de kuub. Dus ja, we zitten nu al op 15.000 euro, moest rekenen. Een derde ervan. Ja, maar ja, voor hoeveel van me hebben we hem ook van anderhalf ton diesel al? Dat geeft allemaal niks. Nee, ik zo. Nee. Oh, man, wel autoloder hem. Nee, autoloder doen we niet op grote maat. Autoloders ben ik. Ik ben anti-autoloders. Ah, dan moeten we die keeper kwak. Nee, maar we kunnen wel een platte kaart doen en een spanbandje er al. Mm. Waar moet deze rocks heen, jongens? Waar kan die? Dit is dus rocks, blikboor. Ja. Ja, maar is dit rocks of is dit mijntailing? Ja, pak even een shovel. Oh ja, inderdaad. Dit lijkt mijn mijntailing. Dit ben geen, en Spieker die dacht hetzelfde. Helemaal goed, Spieker. Mijntailings, ja. Dit is wel mijntailings? Ja. Dit lijkt mij meer op rocks. En wat is dat, mijntailings? Wacht. Staf, denk ik. Escape menu. Nou, en dit ben rocks. Nou. Wat ken je hier wat met? Mijntailings, ja. Die zijn bij Alaska Building Products bijna 1000 euro te. Nou. En rocks nog duurder. 1300 euro te. Ook nog, hè? Dit is een gouden business, joh. Waar komen hier niet meer weg? Nee, dit is een hoekje. Kijk gewoon maar lekker in het holt of weet ik veel wat. Maar, niks ervan. Ik pak ook een show. Wel, ik gewoon mijn tailings knip. Ik hol even een truc met duibloer erop. Wat dan? Nou, voor die mijn tailings. Nee, met keepers. Keepers? Ja, truc met keeper. Nou, dit is gaaf. Allemaal gold. Echt een stel gold diggers hier zo. Bist u hier nou al? Ja. Huh. En door doen we de raks heen? Ja, of niet? Ja, of dit is mijn tailings daar, maar ook goed. Oh, er ook weer een tank, zie ik aan de cent. Ja, dat geeft hard van je af dan. Ik moet je nog zien hoeveel diesel laat was. We kennen natuurlijk ook met grimmenbaantjes dat zo in één keer niet naar denk staat, hè? Misschien. Dat is spoor. Ik heb gisteren een jillers gekeken. Oh, kijk aan. Nou, leuk. Oh. Interessant wel, hè? Ja, wel grappig. Ja. Heel rustig doet het dat allemaal. Ja. Maar, ja hoor. Nou, wel mooi dat hij gisteren ook nog even in de stream voorbij kwam. Ja. Maar ik had onderzien filmpjes reageerd. En toen zei hij van, nou leuk dat je het ziet. Hij zei, wanneer gaan jullie live of zo? Dus ik had terug reageerd van, nou, elke zondag om 8 uur. Nou, En dan zaten we er maar eventjes. Leuk. Ja. Als je ook nog een schepje rocks, Emus? Ja. Oh. Op deze show. Ik zet hier nog in mijn trailer hier. Hoezo? Hier, bij de rocks. Die komen hier uit, toch? Ja. Zullen we de tijd gewoon even sneller doen? Ja, ik kan hem al op kwartier zetten, maar je wil hem maar deur, hè? Ja. zal ik anders even een platte kaart regelen? Voor de... Ja. Oh, jongen, dit is toch geweldig. Ja? Eem toen. Ah, ik kom niet meer van dit 130 af, hè?
Ja, maar riep maar met die vraaghouders. Maar hoe hard loopt die truck? Oh, hey. Oké. Ja, maar hij is van... Nee, hij is de ingame. Ah, die loopt ook 80, denk ik. Ik rijd nu op het heden 92, 94, 95, 96, 97. Oh. Ja. 104. Maar waar ga je zo heen dan? Naar hem toe. Oh. Met een plaatje. Maar waar langs? Oh. Ja. Oh, stond veel. Wow. Oh. Wat was dat? Gouden afslagmomentje. Ja, dit is wel mooi, hè. Dus zie je die berg nou, de mooi, ja, die zakt achter de berg weg. Ja. Oh, schitterend. Hoeveel pallets kist holden op die aanhanger erin, Moes? Ik denk heel leren. Gaaf. 2, 4, 6, 8, 9 staan er al. Mooi. De more, de merrier. Ah, lekker met een rit, jongens. Machtige map dit. Super. Ja. Genieten. Genieten. Hoe was het, Legend? Vlak bij de diesel. Oh, door hem, Mols. Doe ik eens ook veel dichterbij tanken? Jongen. Laat mij nou even gewaarden. Oké. Okay. Oh, door hem zal het niet kennen. Omdat een Duits is? Ja, dat denk ik. Nog zijn we altijd wat te mouden op die Duits. Nee, dat is niet waar. Nee, niet waar. Nou, het laatst in het medelijden, maar die alle Kees moet ook nog maar een startprobleem met me. Gold, jongen. Gold 10 breekt eindelijk aan. Hoeveel laatst al op? Ik heb al 4 kiesjes op elkaar. Kijk. Nou weer talking. Ja, maar ik wil niet met auto lopen gaan. Daar hebben we op kernstart heel veel problemen mee. Ja. Dus ik zet ze er mooi met de haan op. Spanbandje erover. Niks van de haan. Ja, nou, maar dat geeft ook niks, hè? Nee, ja. Zie je dat even, Jelle? Ja, nee, dat geeft mooi. Mooi combi zo. Ja, 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 ja. Niks mis met. Nog niet voor erin. Nee, ik moet ook even kijken. This is a real American combi, no? Ja, wat maar zeg. Ik ben er bijna. En nou heeft ze er wat plakken op staan, mag ik dat zeggen? Dat mag toch zeggen, maar zet ze maar eens goed te plak daar. Nee, dan moet je met een heftruckje werken. Ja, maar dat is niet te doen. Nou, ja. Het begint heel erg. Van super... Even kijken, mine tailings. Van super klein Zilheim naar mega grote Alaska. Oh, kerel. Geweldig, geweldig. Of ga je toe nog? Is toch pistool? Wat? Is toen een volle bak, Jelle? Nee, ik ben nog niet helemaal vol. Maar doe denk ik, ik kan er wel even met aan de haak. Ik denk, ik wil even aan de rit. Snap ik. Vind ik mooi, even een eindje toeren. Maar, genieten. Moeten we dat nou verkopen? Of gaan we dat in volk project? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nergens gezien. Wat we ook kennen, hier, mensen. Wat ben dit? Dolfijn? Wat zwemt hier? Nee, hey. Salm. Salm, dat ben wel hulle dik. Ja. Maar die kun je ook vangen, zeker, of niet? Ja, dat is een huskebie. Fishing Planet. Ja. Fishing Planet, Eurotruck. Nee, ATS is dit, hè? ATS. Alles in één game, hoor. Alles in één game. Nou, wat kunnen we er nog even bij aanzetten dan, jongens? Ik weet ook niet wat wij op het land hebben, wat van ons is, wat voor producten erop staan. We hebben helemaal nog geen land. Jawel. Ja, jawel. Nummer 1. Nee. En 4 en 15 en 13. Oh. Ho. Oh, tulipsie. We hebben alweer meer dan als toen je in de goten hebt. Ja, klopt. Kloor om de ozen, zeg. Wat doen we dan? Maar combine dan? Ja. Zullen we hem combine? Mooi, een combine koop. Zo, dat is zeker een serieus koopmomentje. We moesten snel combine.
gaan we dat ook doen. Even een klaarskart of zo. Ja. Dus genieten. Oh, ik vind dit mooi, maar. Ja? Ja. Het is echt weer heel wat anders dan wat we de laatste tijd gedaan hebben. Ja, dat zeker weet. Zoiets hebben we eigenlijk nog nooit gedaan, denk ik. Dit is geen singleplay map. Nee. Ik ben bijna bij één, hè? Over een kwartier. Kent er dan iemand nog even met een keeperkam? Ja, ik zet de truc hier weer heen en dan... hebben wij geen trekkers meer, jongens? Oh, nee. Nee, helemaal niks. Waarom, ik zal net zeggen, waarom kan ik door niet intappen? Maar gewoon maar vrachtwagens. Ik wil vrachtwagens bij het laten zien. Ik wil... Nee, ik ja, wil met een trekker. Amerikaans, ik wil trucks. Trucks. Ik wil gewoon met een hele dikke trekker, wil ik. Dat is groot gelijk. Ah, moest ook zelf, wie. Ja. Amerikaans is jongen deel. Er komt nog wel wat matjes bij je, jongens, hè? Ja? Ja. Big butts en dit en dat. Big butts? Dikke big butts. Kijk. Moet niet eerst even like naar Van Tun? I like big butts. Hey, moet niet eerst even naar Van Tun? Tee. Dat ze wat sneller bent, maar die denk ik loop maar daar. Ja, maar dat is genieten. Ja. Ja, dat moet allemaal op mijn duim beloren. Ja. Nou, ik kan hem ook wel over het waterspaar. Welk veld daar staan? Ik pak 13. Oh. 13. Nou, combine is bezig. Mooi. Tjonge, wat een lap. Genieten. Ik kill. I like big butts and I cannot hide. Ik vind dit gaaf, jong. Ja? Mooi bulten in een ree. Op paard. Bob is toe, Jelle. Hou door. Ik kom eraan met een trekker en... Ja, met een truc. Nee. Ik zie die in een truc zit. Oh, dat zal kunnen, ja, dat weet ik niet. Bij het gold. Bij het gold. Ja, ik hol er wel van. Dus ik kan er niet echt afstand van nemen. Ah. Doe golst er wel van? Ik gold er wel van. Gewoon ja. Nou die kant op. Ja, we gaan nu die kant op. Ja. Gold door nou maar direct met op dan. Gold door nou maar direct met op. Ja. Maar doe best nog bij de winkel, Engels. Ja, ik zie die. Toen stoel wat kocht, dus ben ik direct linksom tapt en ik zat al gelijk in die Johnny. Machtig. Ga je hier met stro loren, hè? Hest ook, lijst er ook op zwart? Ja. Ik ga naar de hakseloor, naar de combine. Ja. Ik ken hier schroon in dan. Nee, maar ik ga strooloren. Ja, zeg maar. Doe wat vrachtauto's. Oké. Oh, hest toen een ladenwagen? Ja. Ik heb een dikke lorenwagen gehad. Oh. Hest toen wel eens een vrachtauto met een lorenwagen zien? Nee. Nee. En ook gewoon de allerdikste John Deere. De allerdikste hakbielenwagen. Tjonge, jonge. Oh, doe zit in de truck nou. Ik zit in de truck, ik rijd naar de combine. Oké. Maar die zijn zeker aan vol. Ja, nee, dat is goed. Oh, ik kan aan de sporen zien waar je hem laatst kan. Ja, die ben wel vrij lang zichtbaar van mij. Ja, oh, hier is ook geen slinger. Was dat die Duits? Oh, oh! Wat? Oh. Stik een trein aan nu! Oh! Juist. Werkelijk! Oh. Zo'n grote map hebben we. Christus Vummerboor. Hoe is het mogelijk? Oh, ik kijk nou wel even over het spoor over waar we aankomen, maar hoi, Gild. Waar er is toe? 83. Oeh, daar zit ik steeds met mijn vlag achter die. Ja. Wat een andere map niet, jongens. Ja. Oh, verschrikkelijk, hè? Kill. Maar hoe kennen we dat? Geen slagboom niet, dier? Nee, er waren geen slagboom. Oh, hier wel. Direct bij je ingang goldfabriek. Ja, oké. En ik zit in de truck, Jelle. Ja.
En toen die trein eraan kwam, was het wel leuk dat ik de middelste bedoel intrapte. Ja, toch wel, hè? Oh. Echt hoor. Dit verkeersband ben niet penetreerd. Nee, ik heb ook alleen een omschool. Oh, hier ook een boek? Ja, een stopbar. Oh, nee, niet op die hoek misschien. Oh, ik weet niet waar ik hier naar heb laten zeilen, maar... Voor nou al een grote lekbouw. Hoe daar, Mielle? Ja, hoe je daar, zeg maar. Kom, ik wil je even plaat, hoor, sorry. Ja, ik red me ermee. Ik zie daar met niks erin. Ja, dat klaar. Oh. Genieten. Oh, ik heb al kwart van, ik heb al kwart van een tank leeg. Wat doest u al, hè? Ja, dieselriep. Dat is het allerdomste. Moest altijd er wat achter doen. Bijna heel, hè? Wacht, weet wel. Ah, dit is wel mooi even een keer, jongens. Ja hoor, zeker. Maar we zijn met aflevering 8 ben we nog op veld 13, maar goed. Maar niet. Waarom oh, wacht niet? Even, ik gewoon eerst, hol eerst even mijn 4 keer ploeg op, want dat moet ook geploegd worden, zie ik. 3. Moet we gelijk weer zijn? Nou, we pakken gewoon die dikke vennel aan. Die hoeft ook niet verder. Of wel? Deze machine biedt bovendien de mogelijkheid om direct te zijn. Je niet nodig om grondvraag te bewerken. Oh, kijk. Die moet hebben. Wat van nee? Dat moet hebben. Ah, ik koop even mijn andere zaaimachine als aas. Excuses. Oh, dat geeft niks. Oké. Okay. Ik klap hem alvast uit, hoor. Ik ken hem wel weg, wel, ja. Ja, jawel. Alle ruimte. God, nou druk ik per ongeluk wat te lang op mijn cruise. Ik verlief vooruit. Hoe kan dat? Ja, bizar niet. Wist hij hem ervan? Ik niet. Nee, ik ook niet. Maar het mooiste is, Beza ook niet. Dus. Nee, Beza ook niet. Dat vond ik wel mooi. Heb ik nog. En dat snaps niet. Want je drukt toch per ongeluk wel eens een keer even te lang op de cruise toets. Ja, maar die toevallig net niet. Nee. En ik doe dat zo volk. Dan zit ik met die cruise en dan denk ik van nou, ik moet nou even volgen. Als ik trap pedool in. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Oh, en als de cruise dan weer indrukt, dan ga je er gewoon weer naar 20 toe. Ja. Oh nee. Nee, dat stopte. Nee, dat stopte. Maar hij is wel weer naar die ingestelde van die 20. Ja. Kloeken en hier zit jullie vader en alles aan. Ja. Kijk eens naar die trekker. Alles in één. Wat? Stop dan eens even. Wat heb je gekocht? Bliksem, een dikke warrior. Een black edition. Oh. 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 Kijk. Oh, dat is een schatje eigenlijk, hè? Ja, even de thumbnail doe je dat, hè? Oh ja. Maar dat bezig komt omdat ik al die terras van koop. Vandaag. Ik vind hier qua omgeving super saai. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het is wel Amerika. En dat is wel mooi. Ja, een keer zo'n bompoten, hè? Maar dan moest je niet van die larixen neerzetten, maar die groeit niet. Nee, een palmboom. Alhoewel, Siberisch larix, Welke silo's? Waar moet ik hem heen brengen? Ik wil dit niet verkopen. Ik wil dit thuis heen. Ja. Nou, dan doe je dat thuis in een silo. Is dat die, binnen die blauwen door verderop? Ik denk bij die 3 blauwen. Dat denk ik ook. 3? Maar, ik zie 4. Dat maakt me niet uit hem. Nee, dit is onze haven. Hier kennen wij spul, leuf ik wel. Allemaal van die hoorschuurtjes, maar dat ook niet. Nee. Ik denk dat we hierin moeten. Ja. Ja. Oh, wacht. Ja, wel. Nee. Ja. Touw even, jongen. Sta ik weer vol in. Ik heb alleen maar platte kanten aan de baan, zover het is. Hoi, Kilden. Ja, dit is onze dump-toestand. En morgen is toe heen met de stro. Oh, naar huis. Ja. In dat holte schutje? Ja. Juist. Wack. Ja hoor.
Dat valt mij met mijn zoon. Ja, niks meer. Om mij de combine ook weer vol. Ik ben verkeer van rechts! Verkeer van rechts! Oh, zo ver kom ik niet. Nou, we hebben de tijd niet zo hard lopen. Maar er zijn nog maar twee keer. Ja, dan gaan we stappen, Jelle. Wel op bergen, maar ik denk misschien moeten we wat goud verkopen ter afsluiting van de eerste aflevering, of niet? Oh, nou ja, die kar is nog niet helemaal vol, dus maar. We kunnen dat even doen. Anders Jelle kist wel met me in de pick-up truck. Ken dat? Dat denk ik wel. Oké. Okay. Wie? Wat dan? Ach. Wie zet hier nou een vrachtwagen met gerst? Die was nog niet klaar met lussen. Op het land? Die was nog niet klaar met lussen. En we wonen ja met een sodemieter naar die gold. Ach ja, jongen. Dan wel ineens. Dan wel ineens snel. Oh, hij is alweer beter. Nou, zullen we anders naar Gold toe op het heen? Ja. Ja, waar ben je? Ik ben er al. Ja, nou ken Jelle niet meer. Nee, jij riet maar met Gold, hè. Waar kunnen we dit verkopen, Jelle? Hoeveel heeft? Wat? Nou, dat zie ik niet op elkaar op dit moment, maar best veel. Ik vind wel dat die spaarman erom zit. Ik ken je niet strakker. Doe een pot erbij. Ja. En hoe stap je in? Shift Z, toch? Shift Z, inderdaad. Oh, ja. Je zit nog maar één in. Oeh, 46.000 euro turn. Gold trader. Doe gewoon in, Jelle. Nou, gas. Schout. Ga je achter een bakje lekker? Ach, wist je wat dat is? Hommel op de andere kant van de maan. Ja, ik dacht dat we op 10 uur scheiden zullen. Maar duurde hem. Wat? Moest de haak niet in de grond zetten, je legend? Haast een slip, man. Ga eens meer. Wat moest hij? Links onder in de map. Gold Trader. Naast 12. Oké. Okay. Hebben ze natuurlijk weer maar opzetten, hoor. Ja. Wat denk je? Nou, hier moet er wel wat voor doen. Hup, hup. Hier ging ik gewoon bij de treindel, Jelle. Hier zo. Ja, ik heb mijn gehoord. Ik ben er al. Doe best er al. Ja. Dat is 517 taxikosten zeker. Ja. Ik ben met flight toe. Oh. We rijden 100, 101, 102. Ik zeggen, hoe gaat het rijden? Dat kan ik niet zien. Nee? Nee. 103. 105. Oh, Legend had achterin kent, ja, met zijn korte pootjes. Ja, dacht ik ook wel. Ja. Het is gewoon anderhalf cabine. Oh ja. Wil shift set niet voor een derde persoon? Hebben we dat wel geprobeerd? Nee. Nee. We zijn er bijna 06. Ja, short. Oh, we gaan nog even hapje eten hier rechts. Oh nee, ja, even bij de diner. Oh nee, toch niet. Gewoon beginnen een nieuwe map, aflevering 1. Goud! Dus we hebben eigenlijk het eindproduct al te pakken. Ja, gaat helemaal naar de over dit. Kennen, nee. Het is ook map van niks, dus ik bedoel. We gaan gewoon dat even een beetje in beeld brengen, that's it. Ja hoor. Ah jongen, hetzelfde. Slaan we even 22 over, omdat we dit zo'n mooie map vinden. Ik ben hier nog niet op u kijk. Nee, ik nog niet, hè? Oh, denk erom, Emus. Oeh, dat ging net goed. Ja? Ja, er stak er één over. Oh. Tast die niet? Nee. Nee, het ging net goed. Oh. Ja, ja, hij zit erbij. Ah! Ja! Ja, terug! Terug! Overnaai. Dat gewoon kind. Ik zit er gewoon achter tegen die stoel aan. Ja, ja, dat past precies. Voor die korte pootjes. Maar ook oh, wacht, hier mag ik even. Hey, ho, wacht. Dus er gaat al wel een paar doen, vriend. Oh, dit is ja. Dit is, geweldig. Oh, dat hebben we helemaal niet proberen, wat stom.
Nou, ik draai me weer om, hè. Ja. Dat zal wel niet in de reden, hè, doe. Ja, maar goed dat ik geen peren ben. Wat ga je er weer jagen over de... over mijn bocht. Ja. Hey, nou van buiten in de oude kiek, daar zitten er ook echt drie man in. Ja. Geweldig. Hier is aan de rechterkant. Oh. Ik denk hij remt nooit meer. Wat doet me dat denken aan onze ritjes naar de Hornbaan? Ja. Hij is toch nog nooit met peren trillen erin. Oh, dan moeten ze mij de hoorn hou. Tank. Oh. En ja. Oh. Kijk. Bliksem, dit gaat wel hard. Goedemorgen. Bam. Oh, ik ga je hinter diesel tank. Mooi werk doen. Ja, of niet? Oh. En ook mooi met z'n drieën hebben we dat doen. Dat is mooi om te zien. Verleerde me dat ding voor de neus, hè. Mooi met z'n drieën. Paf. Hier, ik heb hem al te pakken. Ja. Wat oh, wat maakte. Het is allemaal oogst inkomen. Oh, door haast maar ja. Een half bakje. Escape. Oogst inkomen. Waarom ook weten? Waar zien we daar? Oogst inkomen. 290.000 euro. Mooi. Ja, 3 ton gold heb in 1,5 levens. Nou. Bezig. Machtig. Ik zeg, geslaagd. En we hebben maar 84.000... Nou, 2 keer 84.000. Die is al kort. 168.000, dat valt best mee. Ja, maar hoeveel zit er nog in de tanken door? Ja, hoeveel? Daarom. Ja, dikke prima. We gaan verder, jongens, op deze map. Hartstikke goed. Ja, hoor. Ja, geweldig. Volgende keer whisky misschien. Of bier. Alles kan nog. Ja, wel mooi. Nou, super, man. Ja. Machtig. Ik zeg geslaagd. Hartstikke goed. Echt wel. Voordat we uitscheiden. Mensen, eenmaal op het duimpje drukken. Is dit een leuke map? Zeg hem in de reacties. Jeetje. Of denk je hem van... Nou ja, we zien wel. Of van... Ja, leuk. We hebben nieuwe productjes. Nieuwe ditjes, datjes. Laat het even weten in de reacties. Ja. Ik ben wel even nieuwsgierig. Ja, en de map staat dus in de beschrijving. Ja. Hij komt van modhub.us. Ik heb... Wij hebben 06. Wij hebben in de modhub keken van de game. Maar ja... ja. Nee. Er was nooit een wauw bij. Nee. En ik had van Simon Fortuyn, ben ik ook eerlijk in, heb ik ook een map gekregen. Die heb ik vernoemd eerder nog even bekeken. Maar die vond ik zo drak en zo, nou, ja, op zich wel mooi, maar heel drak. Heel een beetje een net zoiets hebben die hem ook wel eens eerder had. Die Noord-Friesische, nee, waar we onze zwinnenstal nog kopen moesten. Die doorleek een beetje op. Ja. Oké. Okay. Maar nog veel meer bomen en drakker. Ik was een beetje de weg kwijt snel. Dus nee, we gaan dit. We gaan hier. Al best. Ja, daarom. We stonden naar Cozy ooit een keer meld, zeg maar. Waar belanden wij daar wel? Ja, mooi nog hoor. Maar goed, daar kon je wel met zien bij het mooie pad door het bos in. Kappen natuurlijk. Ja. Dit is ons wel aangelegd. Dat spieken en ik had meiden, man. Ja, nou, dat gaat mooi kent. We gaan hiermee door, jongens. We gaan gewoon hier lekker mee verder. Ja. En we gaan nog even naar het diner, jongens. En dan nemen we even visken en dan halen we er maar op. Wilma. Ja. Een visje bij de diner. Ja, zoiets. Of even een hotdog zeker. Wat kriegen we hier? Hier de hond? Een burger, hè. Ja. Een Sloppy Joe burger. Zo is het. Mensen, iedereen hartstikke mooi. En tot de volgende aflevering. Yo! Hoi! Mooi!